Deze uitzending wordt u aangeboden door Beljaarsverzekeringen en Hypotheken. Plus Manjen, Goa Promotions, Wijkregio Makelaardij, TV-krant, Jaspers Valentijn, Dames, Heren en Vrije Tijdskleding en Beljaars Entertainment. In de keuken met het gezelligste culinaire muziekprogramma van Brabant. Met de lekkerste gerechten, de leukste gasten en de beste muziek. Fijn dat u weer kijkt naar een uitzending van In de Keuken met. We hebben topartiesten deze week. Niemand minder dan John de Bever en Charlène. En natuurlijk hebben we ook een echte oude rot in het vak. En dat is Johnny Gold. En niet te vergeten onze gastheer en tevens onze chef. En dat is Remco van der Heuvel. Remco, wat gaan we maken deze week? Nou Hans, voor deze week een heerlijk gerechtje. Van origine uit Engeland afkomstig. Het is een tataartje van runderhaas. Dus een koud voorgerecht. In Engeland noemen ze het de steak tataar. En voor de biefstuk tataar hebben we nodig uiteraard runderhaas of kogelbiefstukjes. Lekkere verse celery. Bieslook, een beetje verse veldsla. Uitjes. Tomatenketchup en peper en zout. Ik ga zo meteen de werkzaamheden verdelen. Johnny, als ik mag vragen, zou jij twee van deze prachtige uitjes schoon willen maken? Het afval mag je in de bekken doen. Dat is en goed. Ze super fijn te snipperen. Super fijn. Gaat dat lukken? Yes, pas op, want de messen zijn scherp. Okay. Ja, pas op voor de vingers. Ga mijn best doen. En Charlène, als jij alsjeblieft de bieslook heel fijn wil snijden, dus een hele dunne ringetjes. Ja. Als je gesneden hebt, mag je ze op de hoek van de bank wegleggen. Oké. Okay. Ja. En dan het belangrijkste, hè? John, de biefstuk voor de tataar. Dat dacht ik alweer. Het meesterwerk. Ik heb weer. Meesterwerk. Deze biefstukken plus deze biefstukken nog. Ben jij mee boodschappen geweest doen? Want ja, zoals ik al hoor, je hebt gezien dat wij al onze boodschappen bij de plus doen. Johnny, lukt het? Denk weer terug aan mijn jeugd. Aan je jeugd. Ook dacht dat je goud voor zo verleden was. Je moet er zo van huilen. Ik ga je trucje leren. Ik ga even een mes pakken, Johnny. Ja. Hij zit aan de achterkant altijd vast. Het zijn rokjes eigenlijk, zoals ze dat noemen. Snij je eerst hele dunne inkepertjes in. En ik snij het daarna zo een plakje kijken naar Johnny. Dat is ongelooflijk, zie je dat? Ik zit hier lekker te kijken terwijl jullie in de keuken dit hebben bereid wat we nu voor ons hebben staan. En het ziet er geweldig uit, moet ik trouwens even zeggen. Als er een feestje is, is er Johnny Gold bij. Ik hoop het wel. Nou, er komt binnenkort een groot feest. Want? EK voetbal. Tuurlijk. Nou, nee, weet. Ben je dan ook nog iets van plan? Ja, nou en of. Wat ga je dan doen? EK single. Nooit gedaan, maar ik denk van, het is ook feest hè, EK single erbij. Ja, maar bestaat dan niet het gevaar dat we weer geen Europees kampioen worden in single van niks opgenomen? Ja, en hoeveel liedjes komen er niet uit trouwens met EK voetbal? 600. Ja, hou. Maar niet die zoals die van mij. Geef eens een tipje van de sluiker, we worden kampioen. Zo titel. Dat hoop ik. Ja, maar is dat de titel? Of we hebben het weer niet gehaald? Nee, het heet... Ja, ik kan het niks zeggen, joh, want het is een rattenkuil. Ja, het is een rattenkuil. Ze zijn zo met het idee weg. Weet je wat we moeten doen? We moeten nog eventjes proosten. Ja. Laten we dat eens eventjes doen. Kijken of je smaakt, hè? Ja, proost. Charlène, ik heb nog niet met jou geproost. Proost. Proost. Want alleen Johnny Gold heeft hem nog maar geproefd en wij willen hem... Het is een lekker zacht wijn. Ja. We gaan vandaag een huisgemaakte serranoham maken, dus dat een beetje mediterraans. Wat we nodig hebben zijn lekkere olijfjes, serranoham uiteraard, tomaten hebben we nodig, basilicum en verse selderij, knoflook, uitjes, een beetje olijfolie, peper en zout. We hebben werk zat, we moeten veel snijden. Maar jij bent goed verzekerd natuurlijk. Ik ben goed mag verzekerd. Mag jij het meeste snijden? Nou, kijk. Als jij begint met de olijfjes eens uit te pakken, dan mag je ze in die bekken doen. Hebben we ook pleisters in de buurt ervan? Pleisters? Ik heb een hele koffer vol met pleisters. Okay. Maar, de huisartsenpost is vlakbij hier, hoor. De tomaten, die plisseren we. Wat doen we dan? Dan maken we een kruisje in de tomaat. Die gaan heel even in het kokende water. Een paar seconden, dan halen we ze eruit. We doen ze in het koud water en dan kun je het velletje er zo afhalen. Dat heb ik alvast gedaan. En Gerrit, de stokbroodjes die we nodig hebben, heb ik ook alvast gebakken. Want ik denk, nou, het wordt tijd om wat te eten gaan bereiden natuurlijk. Ja. Dus de stokbroodjes zijn gebakken. Als jij zou willen zorg dragen dat we in ieder geval 15 mooie dezelfde plakjes hebben. Als dat klaar is, dan gaan we de uitjes snijden en dan begin ik alvast met de kruiderij. Jullie hebben het heerlijk klaargemaakt. Wat hebben jullie precies gedaan, Gerrit? Ja, we hebben wat stokbroodjes, althans ik heb de stokbroodjes, dat was jouw taak, ja, de stokbroodjes snijden en de tomaatjes heb ik gesneden en olijfjes. Je hebt die geblancheerd of zo heette dat mooi, laten schrikken, afgepeld. Ja. Zo door hebben wij alles gedaan al, hè? Denk je? Nee, ik heb op een gegeven moment al die olijven staan snijden en wat natuurlijk de kijkers niet thuis weten, dat er nog 50 man achter staan. Dus ik heb op een gegeven moment denk ik wel iets van 1000 van die olijfjes staan snijden. Aan Jes begrijp ik, uit Rozenal toch, hè? Klopt. Duo NL, maar dat praat een beetje moeilijk hoor. Je hebt natuurlijk ook al een voornaam, of niet? Ja. NL misschien. Ja, precies. Ja? Duo NL. Chris en William.
Chris en William, ik ga het proberen te onthouden. Voor vandaag gaan we maken gevulde champignons met kallers gehakt. We gaan gebruiken reuze champignons. Dan gaan we de steeltjes uithalen. Die gaan we vullen met heel hoog op smaak gebracht kallers gehakt. En dan gaat het lekker in de oven met wat groenten erin. Echte verwennerij wat mij betreft kunnen we beginnen. Maar wat we gaan doen, we gaan de reuze champignons. En Gesse, mag jij zo meteen doen. Dan gaan we de steeltje uithalen. Die kun je zo een beetje uitdouwen. Dan mag je in ieder schaaltje mag je vier van die paddenstoelen zetten. Dat moet lukken, toch? Dat moet nog wel lukken. Dus die zet ik alvast bij je weg. Ik heb er nog meer, hoor, dus maak je niet druk. Oké, William, als jij het gehakt op smaak zou willen brengen, dat betekent mag je in deze bekken doen. Dan mag je een eitje doorheen. Eentje, een rauw eitje. Wat paprikapoeder. Wat cayennepeper, daar word je lekker pittig van. En de rest doen we dadelijk. En dan ga ik met Chris aan de gang. Als wij het granituur nou alvast eens gaan maken. En help ik je mee, hè? Ja. Dus we gaan een preitje heel erg fijn snijden. Ja. Een winterwortel, die gaan we heel fijn snijden. En we gaan een uitje fijn snipperen. Dat gaat straks over het gehakt, even dat het in de oven gaat. Oké. Okay. Ja, dus als jij begint met de prei, zal ik beginnen met de worteltjes. Is goed. Ja. De bochtjes staan voor de neus en wat ruikt het heerlijk. Ja. Heerlijk, ja. Jullie hebben echt je best gedaan. Ja, het was een moeilijke klus. Hou je van champignons? Ik heb ze eigenlijk sinds kort pas een beetje leren eten. Vroeger kreeg ik ze nooit weg, maar ik vind ze steeds lekkerder. Lekker toch? Bospaddensoep en champignons en alles. Ja, jij wilde al gauw iets gaan proeven, hè? Nee, ik wacht. Jawel, ik durf niet als eerste. Ja? Ik zag dat de camera er stond, dus ik denk wacht nog even. Hey, we gaan vandaag een lekkere Caesar salad maken. En een Caesar salad is een maaltijdsalade. Echt wel een beetje zomers gerecht en we gaan een beetje naar de zomer toe. Een lekker terrasgerechtje zeggen ze ook wel eens, hè? En wat we daarvoor nodig hebben is lekkere, krokante ijsbergsla. Diverse andere slasoorten. We doen er wat augurkjes in, wat paprika, wat tomaatjes, uitgebakken spekjes, daar was ik al mee begonnen. Mm-hmm. Wat champignonnetjes, terwijl jullie bij Hans aan tafel zaten. Ik kan niet wachten om te beginnen. Roy, als jij zou willen beginnen met de augurkjes een beetje fijn te snijden. Ik zal het eventjes voordoen. Je pakt zo'n augurkje, die snij je in vieren. Je hoeft niet met deze snelheid te doen hoor, maar denk om je vingers. Dat gaat me niet lukken. Je snijdt ze mooi zo in stukjes. Als je er twee zou willen snijden en je zou het op de hoek van de werkbank, kom ik zo bij je terug. Ja. Dus je mag het op de hoek van je werkbank leggen. Ja. Corrie, als jij zou willen beginnen met een wortel te raspen. Dit is zo'n rasp, maar die is scherp, zul je geloven. Op de grof verstand, dus pas op voor je vingertjes. Okay. Kijk eens, mooie worteltjes krijgen we daarvan. Okay. Wilt een beetje lukken, Roy? Ja, een beetje. Nou, je hebt een topsnelheid. Hey, luister, dan gaan we hetzelfde zo meteen doen met een komkommer. Ja. Gaat het jou lukken, denk je? Ja, dat denk ik wel. Alsjeblieft, je mag je in dezelfde vorm snijden. Okay. Begin ik alvast met het uitje schoonmaken. Jullie hebben het geweldig gemaakt. Ik, het ziet er goed uit. Ik verlang er al naar om het zo meteen op te gaan eten. Corrie, je single gaat ontzettend goed. En je hebt weer de enorme successen. Okay. Ik bedoel, maar ook al 42 jaar lang. De eerste dateren. Help me eventjes van 1969 af, wat ik terug heb gelezen. 1969. Maar Huilen is voor jou te laat was een groot succes. In welk jaar? Dat was 1970, 71. Ja. Want eerst is Ik zal geen tranen meer laten is uitgekomen. Toen Mijn Stil Verdriet. Toen kwam er een album. Of tenminste een LP toen in die tijd. En toen heeft Pierre Cartner dan een lied geschreven. Huilen is voor jou te laat. En ja, dat kon niet meer stuk. En in één keer waren Corrie en de Regels niet meer weg te denken. En nu sta je weer hoger in de hitlijsten, zelfs na 42 jaar. Want je hebt bijvoorbeeld die enorme successen gehad met de New Kids. Ja, dat was enorm. Want de jongens die, van New Kids die vroegen of ik de titelsong wou doen. Daar heb ik wel even over nagedacht en met mijn kinderen over gehad. Omdat er toch eigenlijk twee woorden in zaten. Dat dacht van, dat past niet bij Corrie Konings. Maar ik vond het eigenlijk humor. En ik vind hun helemaal fout, maar wel erg leuk. Heb ik het toch gedaan. En het heeft heel veel impact gehad in verband dat ik dat lied heb gezongen. Achteraf had ik zoiets van, oké, het zal wel. Maar ik had niet gedacht dat het zo groot zou worden. Want meer dan 2 miljoen kijkers op de clip op YouTube. En het is veel gedownload. En ik kreeg alleen maar de ene aanvraag naar de andere. Is het niet met de televisie, dan met radio. Ja, het was enorm. Helemaal te gek. Nee. Tuurlijk ken je Corrie Konings al lang. Tuurlijk. Want jij zingt nog niet zo lang, heb ik begrepen. Nee, nu een aantal jaartjes. Ik denk nu een jaartje of 4 ongeveer. Ja. Maar toch heb je nu al bijvoorbeeld een optreden staan met Jan Smit. Klopt. Ja, niet in duet natuurlijk. Maar ik mag eens een voorprogramma staan binnenkort. Ja, richting Koninginnedag ergens. Koninginnennacht, dacht ik. Ja, dan sta ik inderdaad in die grote feesttent in het voorprogramma van Jan Smit. Dus en hoe kom je daarbij? Hoe kom ik daarbij? Ja, goed, in 4 jaar tijd. Word je daarvoor gevraagd? Of? Kijk, je hebt natuurlijk steeds meer contacten als je bezig bent met muziek. En muziek is mijn allergrootste passie, dus je werkt er hard voor. En dan kom je wel eens contacten tegen die jou net daar kunnen brengen. En dan
ja, is dat super, super gaaf om te doen. Kom maar lekker bij. We gaan vandaag een heerlijke Normandische bouillabaisse maken. En een bouillabaisse is eigenlijk een maaltijdsoep uit Frankrijk. Vol met lekkere vissen uit de zee. Alles uit de zee zou er eigenlijk in kunnen. Ik bedoel, het staat niet vast wat erin zou moeten zitten. Wij gaan er maken lekker met kabeljauw, met gambatjes, met zalm. We gaan er lekker veel groenten in verwerken. Zoals lekkere verse prei, venkel, wortel, een beetje knoflook, tomaat en dan gaat er wat saffraan in. We blussen het af lekker met wat wijn. Ik ben er klaar voor. Johan, als jij de preien zou willen snijden, 2 stronkjes en dan mag je het lekker grof snijden. Ik bedoel, ik heb een collega kok, Jimmy Oliver, wel eens van gehoord of niet? Ja, absoluut. Lekker snel, lekker grof. Het is allemaal niet te fijn. Zo snel kan ik het niet, hoor. Nee. Oké, pas op voor je vingers, hè. Als het klaar is, dan mag je het in zo'n bekken gesneden wegleggen. Want daarna gaan we met de wortel en de uitjes aan de gang. Ronnie, als jij de citroen zou willen raspen. Ik heb namelijk alleen het witte of het gele van de schil nodig. Ja. Daaronder het wit is heel erg bitter namelijk. Hè? En we doen het op een rasp en dan mag je gewoon langzaam overheen gaan met de citroenschilletjes. Gewoon hierover? Ja, als je het klaar hebt, mag je het in een bakje doen. Prima. En dan gaan we aan de slag. Ik help jullie mee, hoor. Ik zal beginnen met de venkel te snijden. Zo grof genoeg? Nou, hij mag ietsjes fijner als je wilt, Johan. Fijner? Ja, ja. Ietsjes dunner. Intussen tijd dat jullie het hebben gemaakt, hebben wij ook naar de clip kunnen kijken van Ronnie Tober. Er is niemand zoals jij. Ja. Enorm succes, toch misschien wel een beetje onverwacht door het programma van Ali. Ali B. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb alles te danken aan Ali B met dit liedje. Het werd mij voorgeschoteld door Mitchell Burgzorg, Priester, de rapper. En daar heeft Diane Teunissen, geen onbekende in de platenwereld, een tekst gemaakt erop. En ik ben er zeer dankbaar mee. Zeer dankbaar voor. Ik heb je ook zien glunderen. We gaan er zeker nog over verder praten. Maar we hebben niet alleen experts op muzikaal gebied, maar we hebben ook een expert op wijngebied. Weet jullie wie dat is? Ik zal ze eens voorstellen aan jullie. Dat is Esther. Esther, kom er eens bij. Want die weet bij ieder gerecht de perfecte wijn uit te kiezen. Traditioneel bij de bouillabaisse hoort een witte wijn uit de Provence. Ik heb voor u geselecteerd een Thury, Le Château Blanc. Combinatie van Semillon, druif en de Rol. Rol is ook Fermentino, zegt mensen wat vaker wat. Veel aangeplante druif in Italië. En die ga ik voor u inschenken. Kan ik hem u laten voorproeven? Graag. Lekker. Aha. Je moet altijd iemand mazzel hebben. Ze zeggen hij neust goed, hè? Ja. Nou, ik weet het ook wel te doen, dan maak de geur los. Ja. Even walsen. Walsen, zei je? Dat noemen ze zo. Dat noemen ze zo. Rondrijden. Ja. Hij is heerlijk. Mooi. Ga ik voorin schenken. Oh, jongens. Okay. Dan zijn we daar al heel erg bij. Ik ga me er gelijk even van proeven. Want ik had het met je over het Songfestival. Er is niemand zoals jij. Er is niemand zoals jij. Zoals de wijn. In de druivenstoel. Ik had het er straks met je over het Songfestival. Ja. En ik stelde misschien toch wel de domme vraag van, goh, ben je wel eens dat Songfestival geweest? En jij zei zelfs 2 keer. 1 keer wel uitgezonden, de andere keer. Ja, dankjewel. Ik heb natuurlijk heel veel Songfestivals mogen doen. Het Knokke Songfestival, het Songfestival in Zopot. Maar het meest bekende is natuurlijk het Eurovisie Songfestival. En in 1965 deed ik mee aan de voorrondes met Gert Timmermans, Trea Dops, Koning van de Bos, Shirley Sweers en ik. En toen ben ik tweede geworden met het liedje Ik vind je geweldig. En in 1968, toen ben ik meegegaan, toen ben ik uitgekozen om Nederland te vertegenwoordigen in Londen, in de Royal Albert Hall. En er deden 17 of 18 landen mee. Dat is het jaar dat Cliff Richard zong Congratulations. En toen won Spanje. En ik ben van de 18 ben ik 17 of 16 geworden. En toen zei iedereen, oh wat erg. Nee, het is nooit erg. Want je bent nooit een verliezer. Je bent alleen altijd een hele grote winnaar. Ik ben er helemaal klaar voor. Overheerlijke ijstaart gaan we maken. Omelette Sibérienne. Mijn gasten komen zo al binnenwandelen. Ja, hi Alex. Hi Stanley. We gaan een lekkere ijstaart maken, een omelette Sibérienne. Lekker. Met lekkere warme kerstjes. Hiervoor hebben we nodig 8 eiwitten, 200 gram suiker. We hebben kapsel nodig, oftewel cake. We hebben nodig kersen. We hebben nodig roekorrels om te binden. Jus de Rans, een gasbrander. Wat mij betreft kunnen we aan de slag. Stanley, als jij zou willen beginnen met de eieren te scheiden. Dat betekent uiteindelijk dat het eiwit in deze bekje terecht zou moeten komen. En de dooiers hier in het bakje. Het is namelijk zo, als we bij het eiwit eidooien krijgen, kunnen we het niet opslaan. Dus het is wel een hele belangrijke taak. Oh, dus je moet daarom sta ik hier natuurlijk. Ik heb hem door. Dus 8 van die eiwitten zouden hierin moeten. Als jij klaar bent, ga ik er de suiker bij en dan kloppen we het lekker op en dan gaat het goed. Alex, de kersjes die we dadelijk nodig hebben, daar heb ik uit deze potjes, kun je zo kopen, kersen zonder pit. Ja. Heb ik 2 potjes nodig met alleen de kersen, dus het sap mag hierin. Okay. En 1 potje
met de kersjes plus het sap. Dus laat ik er gewoon in, eerst even. Ja, die mag in dat pannetje. Dan mag een scheutje jus bij en lekker wat suiker en een klein scheutje gramier. Oké, okay. Scheutje jus een beetje suiker en gramier. Ja. En dit gaat erin zonder saus, in het pannetje? Twee zonder saus en eentje met. Oké, okay. Okay, ja, mag ook in hetzelfde pannetje. Mag allemaal in hetzelfde pannetje. Oh, okay. Dan ga je beginnen met de cake. Okay. Deze ei is van een moeilijke kip geweest, hoor. Ja, oké, okay, maar nou was dan zo de bedoeling goed, dat we dan de eiwitten hierin deden. Dat wil ik daar. Ik heb eigenlijk waar ga je met de ei door naartoe zometeen? Die wil ik in een ander bakje doen. Een ander bakje? Kan dat? Ja. Want ik ben bang dat hier schil in komt. Oké, okay, nou, dan ga ik voor je een bakje. Ja, helemaal super. Maar zie je door in, hè? Ja, dat is goed. Zo, kloppen, dat klopt. Heb je er alles in gedaan, Alex? Nee, ja, bij één potje is dit maar. Let op, kijk, goed doe ik dat. Hey, zo moet je dat ook met die ei doen. Ja, 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 serieus. Ja. Kook je wel vaker, Alex? Ik kook wel vaker. Ja? Vind je het leuk om te koken of niet? Ik vind het hartstikke leuk om te koken. Ja? Ja. En kook je dan een beetje gezonde voeding of nou, ja, let je er niet zo op? Normaal gesproken, als ik niet kook, ga ik het halen. Dat doen we 8 keer in de week. Oh, en leuk. De rest van de week kook ik. Ja. Ik heb speciaal voor Alex heb ik erin gemaakt zonder alcohol. Ja. Die zit er eentje zonder alcohol? Ja, ja, want Alex drinkt geen alcohol. Nee. Zelfs geen bonbonnetje met... Nou, ik zou je vertellen, ik heb één keer ben ik aangeschoten van een kreeftsoep. Daar gaat op het laatste moment gaat er cognac in. Ja, serieus. Was ik echt... wat gebeurt hier? Aangeschoten van... dus zeg maar, als jij bij Bonnie's gekregen in de buurt staat, word je al dronken. Word dronken. Ben ik dronken, gelijk. Ja. Sta ik op een foto met haar, ik zie er niet meer uit. Ik weet bijna zeker, EK voetbal komt eraan, dan doe jij iets. Ja, we gaan sowieso naar de Oekraïne toe. We zijn uitgenodigd om daar naartoe te gaan. Daar te moeten zingen. En we gaan een single doen. Ik heb natuurlijk een paar jaar geleden met Kleintje Pils heb ik een single opgenomen. In Portugal nog. Dat is echt super ontvangen toen. Want we zaten daar ook aan het water. Op de Bosporus. In Porto, midden in de stad. Wij vier op een boot. En aan de kade stond de Kleintje Pils met 30.000 man. We hebben de boxen naar de kade toe gezet. En die interactie was echt zo gaaf. Echt heel leuk. Dus dit jaar gaan we weer zoiets weer doen. En ik ga er naartoe. Ja goed, en die single moet er nog aankomen van mijn nieuwe album. Dus we zijn echt druk bezig. Wie zei nou tegen mij, Alex die komt binnenkort uit met een nieuw album. En schrik er niet van, er staan misschien wel 70 liedjes op. Ja, klopt. Zeg, dat is onmogelijk. Nee, dat klopt ook. Maar van elk liedje anderhalve minuut. We gaan dus, het album gaat heten Feest zonder grenzen. We gaan heel de wereld gaan we over. En we echt met een groot lijforkest hebben we dit opgenomen. Samen met Emilio Hartkamp en Noren Spaddy daar. De grote mannen achter, Frans Bauer, Jannes, Marianne Weber. Die hebben alle hits van hun geschreven toen de tijd. En... ja, dan gaan we nu in. Het album ligt dus eigenlijk al klaar. We gaan vandaag een heerlijk gerechtje maken met tongfiletjes. En die gaan we vullen met wat zalm en spinazie. Daarvoor hebben we dus nodig uiteraard de tongfilets. Verse zalm, spinazie, muskaatdruifjes, witte wijnsaus, tagliatelle en een beetje bieslook om mee te garneren. Ik zou er eigenlijk gelijk aan willen beginnen. We gaan dus de tongfiletjes vullen. Ik zal er eentje voor doen, want we gaan het lekker gezamenlijk doen vandaag. Normaal zet ik altijd iedereen aan het werk, maar ik denk, nou, we gaan lekker klassikaal aan de gang. Daar ben ik blij mee. Ja. Dus we gaan stukjes zalm inwikkelen in de tong. Dus we pakken een tongfilet. Nu heeft de tongfilet altijd een boven- en een onderkantje, of een voor- en een achterkant, hoe je het maar net wilt noemen. Dit is dus de bovenkant. Als we die oprollen op de bovenkant, dan krijgen we de mooie kant strakjes in het zicht. Zie je dat? Oh ja. Ja. Dus wat gaan we doen? We pakken wat spinazieblaadjes. Leg je gewoon zo wat op je werkbank. Je haalt de steeltjes er vanaf. En dan beleggen we eerst het tongfiletje mee. Kun je het nog volgen? Ja. Ja. Ik vind het nu wel leuk. Ik vind het nu wel leuk. Ja. Tot nu toe. Gaat het lekker worden ook, hoor. Het gekke is dat ik ben dol op vis, maar ik maak het eigenlijk nooit. Nee? Ik heb het idee dat het altijd heel moeilijk is. Nee, helemaal niet. Kijk, we rollen ze netjes op. Uiteindelijk sluiten we het op met een prikkertje. En deze pocheren we straks lekker in een visbouillon. En we serveren zo 3 per persoon. Oké. Okay. Ik zit al eventjes te kijken. Jullie hebben heerlijk werk geleverd. Ik zou zeggen, ik heb toch een angel klaargemaakt. Ik vind het ontzettend knap. Terwijl jij juist zei dat je geen ervaring had in de keuken. Nee, maar wel dankzij Remco, hè? Ja? Ja. Onze chef, dus chef-kok. Wel pasta's. Hoorde ik jou dat zeggen of hoorde ik... Ja, dat ik ga... Ja, ik maak graag pasta's. Ja. Mijn man is van de Hollandspot en ik ben van de pasta's. Dat hoorde ik mooi vallen. Jij hebt een liedje gemaakt dat heette Rauw. Ik dacht dat er in één keer aan te denken. Ja, maar dat was een ander soort rauw. Ik lus je rauw heette dat. Dat was van het Songfestival. Dat was het liedje van het Songfestival? Ja, 2003. Ja, helaas. En dan weet ik ook ergens een link toch met Joop van den Ende, met een musical? Ja, daar ben ik begonnen. In musical Cyrano met Bill van Dijk en Danny de Munk. En dat heb ik 2 seizoenen heb ik dat gedaan. Alle theaters van Nederland gezien. En daar, dat was een hele goede leerschool. Maar ik heb daar ook geleerd dat ik toch wel heel graag solo op de bühne sta. Dus daarna ben ik eigenlijk meteen mijn eerste Nederlandstalige album gaan opnemen. In 1998, dacht ik. En dit is nu wel meer mijn ding dan musical. Mensen, ik vind dat we eerst moeten eten, want het gaat echt koud worden. Ik ben zo benieuwd. En dat vind ik zonde.
Wij danken natuurlijk Sascha, hartstikke leuk dat je hier was. Wij danken Wesley, hartstikke veel succes met je carrière. En we danken natuurlijk onze wijnexpert, dat is Esther van Oud Reukeling en Boele. En natuurlijk onze gastheer Remco van den Heuvel. Kijkt u volgende week weer, zelfde tijd, zelfde zender. Tot ziens. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Lekker. Ja. Deze uitzending werd u aangeboden door Beljaarsverzekeringen en Hypotheken, Plus Manjen, Goa Promotions, Wijkregio Makelaardij, TV-krant, Jaspers Valentijn, Dames, Heren en Vrije Tijdskleding en Beljaars Entertainment.